Vrienden. Goedemorgen. Welkom bij de toerusting. Het thema vandaag is God is heelmeester. Hij bevrijdt. Bevrijdt van ziekte. Vandaag komen jullie in contact met de doelgroep. Kinderen en jongeren. Ieder ook met een eigen verhaal. Mogelijk met raakvlakken naar dit thema. Het gebied van gezondheid en ziekte. Gezondheid in onze moderne cultuur staan gezondheids- en schoonheidsidealen hoog in het vaandel. Ik denk voorbeelden van nieuwe moderne afgoden. Jongeren worden er zomaar door opgeslokt. Opgesloten, gevangen in die gevangenis met idealen, die zomaar pijn, desillusie en eenzaamheid kunnen geven. Onze cultuur, met veel vragen rond andersgeaardheid, LHBT. Maar. Zou je dat in zekere zin ook niet een gevangenis kunnen noemen? Het vraagt om bevrijding. En dan bij kinderen en jongeren veel vragen rondom ziekte, genezing, bevrijding. Vragen ook gedurende de VBC. Ze kunnen zomaar op je afgevuurd worden: over verdriet, over een handicap, over een ziekte, een aandoening bij familie, vrienden. Vragen over lijden en dood. Maar. Dit gaat ook jou en mij niet voorbij. Al dat leed kan ons persoonlijk zomaar treffen. Ook je familie, je vrienden. Existentiële vragen komen dan zomaar binnen, binnen stromen. Weet, deze week zijn wij er voor jou, voor, voor u, voor elkaar. Om naar elkaar te luisteren, samen te zoeken, te bidden. Ook straks in de verwerking van dit thema. We doen de toerusting. Bevrijding van ziektes aan de hand van een Bijbelgedeelte. Johannes 5, vers 1 tot 20. De geschiedenis van Jezus en de verlamde man. Een heel bekend tekstgedeelte. Maar het heeft mij altijd jaren en jaren in de greep gehouden. Ik begreep het niet. Waarom toch deze geschiedenis? Is die verlamde man nu behouden of niet? Wat wil Johannes mij zeggen? Vandaag het resultaat van. Overdenking, een exegese. Er zal een lijn getrokken worden naar de bevrijding van Israël uit Egypte. Ook Henk Poot schetst die lijn in zijn boek over Johannes. Die relatie naar Egypte, de Exodus. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Nu? Wel, de geschiedenis hebben we samen gelezen. Allereerst de oorzaak van ziekte: ziek zijn. Je bent ongetwijfeld wel ziek geweest. Dat heeft je bij een dokter gebracht de dokter. Hij moet de aard van de aandoening maar vaststellen. De aard, de oorzaak, een heel belangrijke vraag. Is het een infectie? Is het een tumor of iets anders? En als je de aard weet, kun je het op de juiste manier aanpakken. Maar toch, er blijft altijd wat knagen. Is dat het nu? Is dat alles die oorzaak? Wel. Jezus brengt ons in dit verhaal bij een diepere laag. Ik zou zeggen de diepste laag. Daarna vond hem Jezus in de tempel, vers 14. En zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer. Ongetwijfeld weet je dit, de relatie tussen ziekte en zonde. Maar we lezen, en ik denk nog veel vaker, we leven er overheen. De zonde is de diepste oorzaak van ziek zijn. De oerzonde in Adam, het ongeloof, ontrouw aan God, Elohim, onze Schepper. De ziekte heeft in zich de straf op die zonde, de dood. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag als je daarvan heet, zult u sterven. Ziekte, pijn, moeite. De dood deed zijn intree in de wereld. Sta je daar wel eens bij stil? Als je geconfronteerd wordt met ziekte, als je zelf ziek bent, de dood, de zonde. Een andere en moeilijke vraag is: waarom nu bij mij en op dit moment? Die waarom-vraag is vaak niet te beantwoorden, is en blijft moeilijk. Soms is er een duidelijke oorzaak, een oorzakelijk verband aan te wijzen. Denk aan iemands persoonlijke zonde, drankgebruik. Genotsmiddelen, ontaarde seksualiteit, geweld. Maar veel vaker is dat niet het geval. De aandoening, zou ik zeggen, kun je dan zien als het gevolg van een collectief, gezamenlijk vergrijp in Adam. Gerelateerd aan de zondeval. Het collectief. Dat speelt in onze gedachten minder een rol. In de Bijbel wel, daar speelt de gemeenschap een veel grotere rol. Wij leven in een individualistische samenleving. Weet, bij ziekte in geloof is er troost. God is Jahweh. Ziekte en gezondheid komen niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toe. Sturend, onderwijzend, liefdevol, uit de hand van Jahweh, de ik zal zijn. Bij deze verlamde man lijkt de oorzaak van zijn lijden meer te liggen bij persoonlijke zonde. Vers 14. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Jezus wil hem in die zin brengen bij de toekomst. Opdat u niet iets ergers overkomt. De toekomst, de waartoe vraag. De waartoe vraag. Ik denk een belangrijke vraag. Deze vraag is cruciaal. Wat wil God mij door deze ziekte zeggen, door deze tegenslag? Waar wil hij mij brengen? Ik denk dat jullie allemaal het verhaal van de blindgeborene kennen. Uit datzelfde evangelie, Johannes 9. Waartoe is hij nou blind geboren? Is het, is het om de zonde van zijn ouders of van hemzelf? Maar dan hoor je net waartoe: tot de verheerlijking van God. Dit verhaal moet je maar eens een keer lezen. Het is eigenlijk een soort spiegelverhaal: een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld. Het tegenovergestelde. Bestudeer het maar. Wat er ook is, ziekte is een waarschuwing. Een wake-up call voor jou, voor mij. Door een megafoon, zegt Louis, om de eindigheid en de beperktheid van het aardse leven te beseffen. We zijn op weg naar een eeuwige toekomst. Realiseer je dat? Leid ziekte jou naar Jezus, de genezer de redder de bevrijder zie je als je ziek bent het kruis voor je opdoemen voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen ons leed heeft hij gedragen zegt Jezaja. de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen ziekte hoe klein hij ook hoe uitgebreid het moet ons brengen aan de voeten van de heer Jezus. Het gedeelte begint ook. En Jezus, hierna was er een feest van de Joden en Jezus. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem. Hij ging op weg naar de hem vijandige stad. Voel je de spanning in het verhaal komen? Jeruzalem. Zijn tegenstanders staan klaar om hem om de minste overtreding te grijpen, mond dood te maken. Zij kunnen zijn bloed wel drinken. Lees maar eens verder in dat hoofdstuk, na vers 20, wat er allemaal gaat gebeuren. En Jezus, die man uit Nazareth, die bijzondere rabbi, die oproept tot bekering en geloof, tot genezing, bevrijding. Hij ging naar Jeruzalem. De Joden, een enkeling uitgezonderd, zagen hem puur als een rabbi, als een leraar, een genezer, een wonderdokter. Niet als. De Zoon van God, de Messias. En toch, Exodus 15, vers 26 leert, God is uw Heelmeester. Genezingen, veel in de tijd van Jezus. Hij deed dat als teken van zijn Godheid. Hij deed dat als teken wijzend op de noodzaak van geestelijke redding. Totale genezing in hem, de Zoon van God, de Messias. Hij is de lang verwachte Messias, de bevrijder. Hoeveel mensen heeft hij niet genezen op zijn rondreis? Blinden, dove, verlamde, welke ziekte ook maar. De profetie van Jezaja werd in hem vervuld, zichtbaar vervuld. Met die profetische woorden versterkte Jezus Johannes de Doper in de gevangenis. Johannes was in twijfel en liet vragen, bent u de Messias? En dan Lucas 7, vers 22, Jezus antwoordde, ga heen en bericht Johannes. Wat je gezien en gehoord hebt, blinden worden zien, de kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en aan armen het evangelie verkondigd. Vrienden, Jezus is de Messias, de lang verwachte zoon van David. In hem is het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. Hij is de deur tot het koninkrijk, naar het paradijs, de nieuwe hemelen Aarde Waarop geen ziekte, geen dood meer zijn zal. Al die genezingen kun je ook zien als tekenen, als voortekenen van zijn komst. De komst van het koninkrijk van God. Daar waar geen ziekte meer is, geen dood. Een eeuwig shalom, bevrijding, vrijheid. Maar in Bethesda, in Jeruzalem, daar is men lang zo ver niet. Zo ziet men het niet. Misschien ook wel nu en toen. Johannes schrijft zijn, veel, zijn evangelie om vele lezers te overtuigen. Te overtuigen van de waarheid. Dat Jezus de zoon van God is. Dat er leven, bevrijding, vrijheid is in zijn naam. Johannes schrijft dat op in vers 31 van Johannes 20. Waarom schrijf ik dit boek, dit hele boek, opdat u gelooft. Dat Jezus de Christus is. De zoon van God. En omdat u door dat te geloven. Het leven zult hebben in Zijn naam. Als je Johannes gaat lezen van A tot Z, moet je dat in gedachten houden. Johannes wil mij die boodschap geven dat Hij de Zoon van God is, Jezus, en dat ik kan leven in Zijn naam. We gaan naar Bethesda. Bethesda, huis van barmhartigheid, ook wel genoemd huis van stromend water. Vergelijk het maar met een verpleeghuis in deze tijd, gelegen vlak bij de Schaapspoort. Ten noorden van de stad, Jeruzalem, maar buiten de muur. Een gebouw rond een badwater, een badwater dat uitgehouden is in de rotsen en gevuld met water uit de nabijgelegen beek Kidron. Het is een prachtig zuilencomplex. Een set kent zuilengangen, vijf zuilengangen rond twee vijvers. Vijf. Prachtig. Ook een bijbels getal, wijzend op genade en barmhartigheid. De resten kun je nog steeds zien. Er zijn archeologische opgravingen die je kan bezoeken in Jeruzalem. Maar nu is het in de stad. De muur is verder weggekomen. Het was in die tijd een heel bijzonder water. Het had een genezende werking. Als er golven opkwamen, als door een onzichtbare hand, dan was er genezing mogelijk. Voor de eerste die in dat water kwam. In al die zuilengangen lag een menigte van zieken te wachten op de beroering van het water kansloze stakkers veel al. Wat moet je verwachten van een blinde? Een kreupele, een verlamde, een verdorde. Hij zal dat water nooit bereiken. Iemand zal voor hem uitgaan. Lees maar vers 4. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht dat water in beweging. En wie daarin het eerst kwam, na de beweging van het water werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Vers 4 staat niet in alle oude manuscripten. Gelukkig gaat het niet om de verklaring van dit fenomeen. We laten dat in het midden. Het focus valt op Jezus en die ene zieke, die 38-jarige, die 38 jaar verlamde man. De verlamde man, neem hem eens in je gedachten. Daar ligt hij op een plekje bij het badwater, al jaren verlamd. De Statenvertaling zegt het eigenlijk nog veel mooier, met een andere metafoor. Het is een verdorde man. Hij lag daar als een verdorde boom. Met verdorde takken, nauwelijks armen en benen, luciferhoutjes. Zijn spieren zijn verschrompeld en hij ligt zo, met zijn armen en zijn benen opgetrokken, een contractuurstand. Ongetwijfeld heeft hij wonden, doorlichtplekken. Hij leeft altijd pijn. Hij is nooit zonder pijn. Psychisch kapot. Misschien levend gestorven op zijn matje. Geen hoop meer. Een dode blik. Misschien zag hij wel uit naar de dood. Verlangend uitzien naar de dood. En al die feesten, ook dit feest, gaat aan hem voorbij. Sociaal is hij uitgerangeerd. Herken je jezelf in hem? Ik denk: in dit beeld geeft God ons ook een beeld van onszelf. De dood staat hoe wij zijn. In Adam. Buiten God, buiten het geloof in Jezus, een dorre boom. En Jezus, Jezus kent Hem. Hij zag Hem liggen. Proef je daarin niet Zijn liefde? Hij wil zichzelf aan die man ontdekken. Wilt u gezond worden? Jezus spreekt machthebbend en liefdevol. Dat is Gods wezen, liefde. God is innerlijk met ontferming bewogen. Over die man. Over de wereld, over jou, over alle kids en jongeren die je zal ontmoeten. Er klinkt helaas een mat antwoord. Ik, ik heb niemand. En als ik kom, een ander is mij voor. Die man is gedesillineerd. Hij is eenzaam. Ik heb niemand. Eenzaamheid kun je deze week ook zomaar tegenkomen. Toenemend probleem. Niet alleen bij ouderen en zieken... Maar juist ook bij jongeren. De techniek, de media, de smartphone, die brengt vereenzaming. Sociale eenzaamheid. Gaat vaak over in verslaving. Zelfs in suicidaliteit. Die cijfers van suicidaliteit zijn nog nooit zo hoog geweest in Nederland. De 38 jaar verlamde man. Heb jij daar wel eens over nagedacht? Ik wel, ik kwam er niet uit. Waarom nou juist die man? Die ene uit die hele menigte van zieken. Er lagen honderden zieken. En waarom die ene? Het enige aanvullende gegeven dat Johannes ons geeft, is dat die man 38 jaar verlamd is. Zou dat getal 38 de sleutel kunnen zijn? Wil Johannes zo ons op een spoor zetten? Ik denk het. Het getal 38 komt maar een enkele keer in de tenag voor. Een belangrijke tekst is denk ik Deuteronomium 2 vers 14. De tijd dat wij de Israëlieten in de woestijn gereisd hebben vanaf Kades Barnea totdat wij de Beek Seeret overtrokken bij Israël bedroeg 38 jaar. Totdat de hele generatie strijdbare mannen uit het midden van het kamp omgekomen was. Zoals de Heere hun gezworen had. Je weet het. De reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land duurde 40 jaar. Het is Jahweh die zijn volk bevrijdde uit Egypte. Onderweg gaf God tekenen van zijn majesteit en macht. De wetgeving op de Sineï, water uit de rots, hemelsmanna, de kwakkelen. Hij leidde hen in twee jaar naar Kades-Barnea, op de grens van het beloofde land. Toen werden de verspieders uitgezonden. Twaalf verspieders. En de macht van de Canaanieten kwam in beeld. Het werd voor hen een schrikbeeld. Het volk kroop in zijn schulp. Zij wilden het land niet ingaan. Ze wilden terug. Het vertrouwde niet langer op Jawé. Hun leidsman. Ongeloof in het kwadraat. En om die zonde, om die zonde van ongeloof, moest het volk ook nog eens 38 jaar ronddoden door de woestijn. Hun kinderen waren niet wezenlijk anders. Ongelaf. Na 38 jaar op de grens van het land. Israël stierf Mozes. Een nieuwe leider, Joshua, werd aangesteld. Luister naar de naam. Joshua. Yeshua. Het wel betekent redder. Bij de ingang van het land riep hij hen op. Om. Voor de dienst van God te kiezen. En daar staat aan de ene kant Jozua en aan de andere kant het ontrouwe volk, een dorre boom, bij de Beek Zeret, aan de grens van het beloofde land. Het volk, als een dorre boom, ontrouw. En dit feit herhaalt zich de geschiedenis door. Altijd maar weer is Israël ontrouw aan Jewe. De mens blijft zijn eigen afgoden, zijn ego dienen. Maar er is een nogthans. God zag en ziet de verlamde man, een metafoor van het hele volk Israël. God zag en ziet Israël, zijn uitverkoren volk. Het is God die trouw blijft aan zijn belofte. En het initiatief gaat van hem uit. Zijn naam is, ik zal er zijn, Yahweh, ik ben er. Deze verlamde man, die 38 jaar de woestijn van het leven heeft geproefd, staat symbool voor heel Israël. Israël in die tijd. Het Israël van ongeloof. Lees Johannes 1, vers 11 maar. Hij, Jezus, kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij ging naar Jeruzalem. Daar bij Bethesda voor Jeruzalem, daar staat de meerdere Jozes, Mozes, de meerdere Joshua. Yeshua, Jezus, de Zoon van God. Hij is de bevrijder, de deur. Hij staat samen met het volk opnieuw voor de grens, maar nu voor de grens van het Koninkrijk der Hemelen, voor de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is, naar Hebreeën 11. Opnieuw klinkt de vraag, wilt u gezond worden? Wilt u mij de Heer dienen? Wilt u mij Jezus volgen? 38, dit getoom. Deed mij en ik hoop ook jou herinneren aan het ongeloof van het volk Israël. Israël is die dorre boom en het volk heeft een redder nodig: Jezus. Onthoud ook, de geschiedenis geeft het zo duidelijk aan. Het initiatief ligt altijd bij Jezus, hij is altijd de eerste. Hij ziet jou, ons, hij kent jou, ons, hij spreekt met jou, hij vindt jou opnieuw, keer op keer. Ook nu. Laat jij je vinden. De genezing. Daar in Bethesda klinkt het bevel: een machtswoord. Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichaam op en ga lopen. Jezus beveelt, beveelt de man op te staan. En de man gehoorzaamt. Hij staat op. De man voelt zijn krachten terugkomen, zijn spieren zwellen op, zij spannen zich, de contracturen laten los, armen en benen krijgen een normale vorm. En even later zie je hem lopen, met de lichtmat op zijn rug, wandelend door de stadspoort op weg naar de tempel. Een groot wonder. Een teken dat het koninkrijk der hemelen komt. En, heb je het goed gelezen? Die genezen man, wat doet hij? Hij is niet geïnteresseerd in de naam van zijn genezen. Hij is niet geïnteresseerd in Jezus. En Jezus zelf. Jezus is ongemerkt in de menigte verdwenen. Hij wilde niet direct toegejuicht worden. Geen opschudding, geen confrontatie met zijn vijanden, de Farizeeën en schriftgeleerden. Even een uitstapje. Weet je, deze wonderen gebeurden toen, in de eerste eeuwen na Christus, lees maar de handelingen, maar ook nu. In 2023. Er is, mijns inziens, geen streeptheologie. Vele getuigenissen uit de wereld en recent ook ondersteund in een Nederlands toeproefschrift laten zien dat wonderen ook vandaag gebeuren, als tekenen van het rijk dat komt. Plotselinge genezingen, vaak met ervaringen van warmte en stroom, door gebed, door oplegging van handen. Marcus 16 zegt dat: ga, heel, ga, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitwerven, in vreemde talen spreken, op zieken de handen leggen. Lang en in veel kerken is er gedacht dat de geschiedenis een punt kende, een streep. Ik denk dat dat onjuist is, ook uit de vele verhalen en dingen ook die ik zelf mee heb gemaakt. In de gemeente wil Jezus zich als de Curios tonen, met name op de snijvlakte. Daar waar het licht van God de machten van de duisternis ontmoet. Daar toont God zich de Curios. Wonderen gebeuren vandaag ook als tekenen. God is uw geneesheer. Houd dat vast. Niet de medicijnen, niet de chirurg of wie dan ook. God is uw geneesheer. God geeft genezingen op het gebed. De meest gebruikelijke weg: het persoonlijke gebed, het gezamenlijke gebed. Jacobus, de broer van Jezus, onderstreept dit. Jacobus 5, 16. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. De vertaling staat: vermag veel. Veel, niet alles. Blijf staan. Uw wil geschieden. Onze tijden zijn in uw hand. Mag je vragen: ben je toegerust tot dat gebed? Straks ontmoet je jongeren en kinderen. Durf je de ander te vragen. Om voor hem of haar te mogen bidden, of voor een familie, een vriend? Durf je dat te vragen? Durf je dan samen in gebed te gaan? Ben jij zo met liefde bewogen, ook op deze VBC? Er volgde een merkwaardige ontknoping. Dit verhaal gebeurde op een van de grote feesten. Er waren duizenden mensen in de stad, alle Joden die de letter van de wet en de tradities goed kenden. Maar eigenlijk kenden ze de wet niet. De diepe intentie van de wet, liefde en barmhartigheid kenden ze niet. De tien woorden waren verworden tot een systeem van wetten. Een systeem van geboden en verboden. Waaronder het gebod dat je geen last moet dragen. Dus ze kenden de intentie van de wet niet. Dat is ook een vraag voor jou: de letter of de geest van de wet? Nou, de ex-verlamde wandelde met zijn lichtmat op de schouder de stad in. En dat mocht niet. Je mag geen last dragen, Jeremia 17. Onmiddellijk werd hij dan ook aangesproken. Een last dragen op de Sabbat is een doodzonde. Een doodzonde, erger nog dan de ontheiliging van de Sabbat. De man werpt dan ook direct uit lijfbehoud de schuld op de onbekende genezer. Die mij gezond gemaakt heeft, gaf mij dit bevel. Lees die geschiedenis van die blind geboren. Daar ging het toch heel, heel anders. Die mij gezond gemaakt heeft, Hij is de schuldige. Het verhaal gaat dan verder en dan ineens nogthans. Daarna is het weer Jezus die het initiatief neemt. Hij vindt die man in de tempel. Hij heeft die man gezocht en hij vindt hem. En die man, hij valt niet in aanbidding neer, hij geeft geen enkele blijk van dank, niks. De man vraagt zelfs niet naar, naar hoe dat allemaal zo kan gebeuren. Hij beleidt ook niet zijn zonde. Maar Jezus is en blijft bewogen. Hij wil Hem eigenlijk niet alleen genezen van zijn lichamelijke kwaal, maar geestelijk redden, bevrijden. Dat is Jezus' missie, Zijn voornaamste, Zijn primaire doel. Dat is ook waar een lichamelijke genezing altijd naar verwijst. Naar redding, naar genezing van de ziel. Totale bevrijding. En Jezus zegt: zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer. Opdat u niet iets ergers overkomt. U bent gezondig, gezond geworden, zondig niet meer. Omdat u niet iets ergers overkomt. Iets ergers. Ik denk dat dat verwijst naar de plaats van smart, van pijn. Het zijn in de pijn. Iets ergers. Jezus stuit daar de hel aan. Zondig niet meer. Opdat u niet in de hel komt. En ook dan, er volgt geen hosanna. Jezus red mij. Wat moet ik doen? De ex-verlamde laat Jezus staan. Hij heeft geen redder nodig. Het verhaal laat duidelijk zien dat alle genezing, ook een wondergenezing, nog niet een geestelijke redding is. Een wondergeloof is ook geen zaligmakend geloof. Lees ook die geschiedenis van de tien Melaatse maar. Negen kwamen niet terug, slechts één, een Samaritaan. De man hoort nu wel de naam van zijn weldoener. Hij is Jezus. Dan neemt hij zijn voordeel. Hij gaat voor zijn eigen eer, voor zijn eigen leven. Hij verraadt Jezus. Direct. Hij bericht de Joden dat het Jezus was. Hem moeten zij hebben. Gevangen nemen, oordelen, straffen, misschien wel doden. Zie je bij hem niet de contouren van een Judas? Oplichten. Misschien wel de contouren van het hele volk, dat straks zal uitroepen, kruisig hem. Jezus' liefde wordt afgeslagen. Zou hij niet inwendig geweend hebben? Jezus, hij gaat dan verder, op de weg van lijden tot de dood. Wat een liefde voor zondaren, vrijwillig. Hij doet volmaakt de wil van zijn vader. Hij gaat zich opofferen aan het kruis. In zijn streaming is genezing. De straf die ons de vrede aanbrengt was om hem. Alles, ook deze hele geschiedenis. Zijn vader doet hem de genezingen voor. En hij doet het hem na. In Jezus zie je de vader. Zo vader, zo zoon. Lees vanavond de rest van het hoofdstuk maar eens uit. Een prachtig, en leerzaam slot. Vrienden, deze lessen zijn geschreven door Johannes. Ten diepste opdat u, jij en ik geloven dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven... Het leven, de vrijheid zou hebben in zijn naam. Vrijheid, bevrijding, geef het door. Allen een gezegende dag toegewenst.